3 at a smart intercepted six. De CD Rhythm and Rhyme geeft een goed beeld van de hardcore rap scene in Nederland. En een van de opvallendste artiesten op die CD rapt niet in het Engels, zoals je misschien zou verwachten, maar in het Surinaams. MC Sranang. Dami Aksama, ik leen dat de draap, bij de Amata. Echt, wacht, die Sumana you. Dami Tage Inatata, en je doet er niet toe. Sumana man. MC Sranang. Nou, het begon allemaal met een grapje, weet je. Schrijft een paar zinnen die rijmen, je gooit het in de groep bij vrienden. Ze vinden het leuk klinken, dan heb je zoiets van, hé, ja, het is leuk, dan ga je erop verder in, dan worden die teksten serieuzer en serieuzer. En op een gegeven moment dan ben je MC Sranang. In logo naar auto, naar mijn jump en zee. Ik ben in bar asma, de asma ben ik grey. Is naar echte tori, mine lei, mine joko, vie wat sabi, zei ze, dat ik moest arke trap poppen. Wacht die. Wat is hardcore rap? Hardcore is onvervalste hip-hop. Weet je, dooi op mensen niet in de top 40, want dat is dat commerciële gedoe, weet je. Hardcore komt straight from the heart voor mij. En wat is voor jou straight from the heart? Alles wat ik op een moment bedenk en het komt eruit, ook al is het met een beetje gescheld of wat dan ook erdoor, het blijft hetzelfde. Yere sametaki mi wa strafile ja en if you wanna fina wani nanga dat mi abika. Timmy bana stefi here ja saim do. In bigi puri broeken da in piri voeten toe, me wel een straf in die polen dan me naai in die go. Volgens me jean back moet dat je body lik zo. Ben je niet bang dat mensen het verkeerd uitleggen? Dat je denkt van nou die jongen, die MC Sranang is gewoon een ruige verkrachter? Nou ja, je moet het zo zien. Die tekst is gewoon... Hij zit lyrical, zit hij gewoon goed in elkaar. En je moet het gewoon als een goede tekst zien. En niet iets van wat zal er achter steken of zo. Ik ga mijn teksten nou even het een en ander, ja, het een en ander veranderen. Want er zijn natuurlijk andere dingen die gebeurd zijn en wat dan ook. Steek elkaar overhoop over de lulligste dingen, weet je. Nou, dat is wel iets wat belicht mag worden in een tekst, vind ik, weet je. En ja, omdat ik dat zie, en ik rap er Surinaams over, en het gebeurt onder de Surinaamse gemeenschap, jammerlijk. Dat is echt het jammerlijke ervan. Maar als je daar nou een rap over slaat, weet je, en je legt uit waarom of waarom niet, weet je, dat je dan toch luisteraars krijgt. I give you 5 motherfucking seconds to comply. 5, 4, 3, 2, 1, too late, bye. You're true, homes, because you're over and done. You live like a sucker, and you die like one. Yeah! Maatje die is meer westers gericht sowieso. En die checkt gewoon what's up in de scene wat er gebeurt allemaal, weet je. En het gaat over backstabbers. Gasten die denken dat ze hier, die zich voordoen als vrienden, maar ondertussen zijn het de grootste hagelaars die er bestaan, weet je. Of noem maar op, bluffen natuurlijk, geld, al dat soort van dingen. Op een gegeven moment ga je misschien een keuze moeten maken. Ja. Wat kies je dan? Hangt er vanaf wat het meeste geld in het laadje brengt. Zo bekijk ik hem. En net zeg je hardcore rap is niet van die commerciële rotzooi die kijk, top 30 kijk, luister, luister, luister. Ik bedoel, met hardcore kan je ook geld verdienen. Zeker wel. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Is dat voor jou het belangrijkste? Geld? Ja? Ja, money makes a world go round, zonder geld doe je niks. Mi wakka go na oku da mi mit van man. Attack fall if u frase mi tak no mi ne verstand. Dan praxeri, wacht die ik om timer en ja. En is voor auto rijpsa, na een van place mi cilinda. Stel dat jij in Amerika had gewoond. Ja. Dat zou het echt heel strak zijn, zeker wel. Hoe bedoel je, zou het heel strak zijn? Oké, je hebt dan de taal onder de knie, weet je. Want het is dan je moedertaal. Weet je, dan zouden mijn teksten 5 tot 6 keer zo hard zijn. En dat ik nou echt wel een cd'tje of 6 achter de rug, zeker weten. Gewoon, ik wil echt een beroemd artiest worden gewoon. Het is gewoon altijd mijn wens geweest. Ja. Public Enemy style. Als het even kan, beter. Ik hoop dat je nog de hele tijd door hebt. Ik hoop het ook. Het zal ook wel zo zijn. Maar die Sapsumana man. MC. Sranang.